Hi guys, het is vandaag maandag en dat betekent dat het begin is van mijn weekvlog. Mocht je je afvragen waarom ik nou ineens weekvlogs ga maken hier op YouTube, kijk dan even de vorige video, want daarin heb ik alles verteld, alles uitgelegd. Kan je daar nog even checken. Maar in deze video ga ik jullie dus een kijkje geven hoe een week voor mij eruit ziet. En dat is deze week best wel anders dan een normale week, want ik maak deze week 4 dagen radio bij Slam FM. Wat geen Slam FM meer heet, het heet gewoon Slam, maar ik zeg altijd Slam FM en dat is verkeerd en dan krijg ik op mijn kop. Het is Slam. Daar maak ik dus iedere avond radio van 7 tot 10. Ik ben de vervangster van Bram. Bram die maakt daar normaal Club Ondersteboven. Samen met Tom en Bram die is nu weg. Dus ik ga eventjes invallen. Zonder file is het ongeveer 25 minuten rijden. Met file doe ik er soms bijna een uur over. Dus ja, ik heb echt een scheidhekel aan file rijden. En het duurt zo lang. En het is zo zonde van je tijd. Maar ja, dat is het nadeel. Het programma begint om 7 uur. We eten altijd met z'n allen. Dus dan moet je er echt wel om 6 uur zijn. En ik heb nu ook eten gemaakt vanavond. En dat moet echt 3 kwartier in de oven of zo. Dus ja, ik moet er echt wel op tijd zijn. Dus ik ben om 4 uur weggereden. En het is nu 25 minuten later. En ja, we zijn denk ik 2 kilometer opgeschoten. Ik heb gewoon een nieuw record neergezet. 45 minuten en ik ben er. Woehoe. Nou, ik zie wel dat er iets bolt. Nee. Oh, wat doe jij zelf? Wil je dat niet doen? Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het filmen. Oh, is het leuk? Ja, wat een kader. Hey. Nou. Kunnen we even stil zijn? Ik wil even filmen. Nee. God, mijn vlogger. Man, als ik echt leuk wil hebben, is het vloggers. Oké, omdat we niet iedere avond willen leven van magnetronmaaltijden en diepvriespizza's, hebben we afgesproken dat iedereen 1 dag in de week kookt. En tot nu toe gaat dat goed, hè? Dat is lekker, hè? Dit is echt fantastisch. Moet je kijken. Maar we eten vanavond lasagne, die heb ik gemaakt. Dus morgen is Tom aan de beurt. En Ruben is woensdag aan de beurt. En jullie moeten ook een keer gaan. Ja, wij moeten ook een keer komen. Jullie... Ik dacht dat ik vandaag zou gaan, eigenlijk. Waar is je eten dan? Ja, ik had het vorige week gezond, zei ik. Ik had vandaag een groepsprek. Dan ben jij donderdag. Ja, goed. Ja. Nou ja, zo gaat het als je met mannen werkt. Ja. Maak nou eens interessante video. Interessante content. Als jij die camera aan je hand hebt, dan is het alleen maar een rare video. Ga maar opruimen. Ga maar, zo mag het. Jij pakt gewoon die camera aan je handen, zodat je dan niet hoeft op te ruimen. Zo van, ja maar jongens, ik wil iets anders nuttigs. Ik heb de camera. Jezus, wat is dit? Heb je hem weer gevonden? We hebben het ijsje. Dit wordt echt kutbeeld gewoon. Ik heb zo'n weekvlog vol met alleen maar stukjes die Ruben heeft gefilmd. Ruben, waar gooit je al die dingen neer? Kan je even je mond houden? Even de bek. Jullie deden het met jullie influencers. Ja, elke keer die kutvloggers. Zijn jullie aan het werk? Ja, ja, kan ik even? Ben aan het werk. Ja, jij ook. Niet zomaar, joep. Oké, dit is hoe een gemiddelde avond eruit ziet bij Slam. We zijn klaar met radio maken en we zitten nu nog even gezellig na te kletsen. De jongens zijn aan het werk en ik ben ze vooral aan het lastigvallen. Dat ja, is een beetje... aan het afleiden, ja. Ja, kutvlog. Dat is mijn taak hier, ja. Kutvloggen. Ja, jongens, dit is de eerste dag van de weekvlog. En ik word nu al uitgescholden en ik word niet gewaardeerd hier. Fantastisch begin. Fantastisch begin. Van nou. Vlog. Door. Dit is trouwens de man die zorgt voor alle charmante beelden van mij vandaag. Ja, ik ben beter achter de camera dan voor de camera. Want dus dit vindt hij heel awkward. Geen woord aangeloven. Oké, Ruben, ik ben trots op je dat je dit toch doet. Het is een hele stap voor mij. Anyways, de dag zit erop. We kunnen naar huis. We gaan dit afmaken en dan bamas. Goedemorgen, het is dinsdag en we zijn onderweg naar Amsterdam. Want, ja, hoe gaan we dit noemen? Ik vind dat super irritant als mensen online zeggen van... ja, ik ga iets heel leuks doen en ik mag het nog niet vertellen. Dan denk ik altijd, muts, hou dan je mond. Maar ja, dat is momenteel niet helemaal mogelijk om dan ook nog te weekvloggen. Want het is iets ja, waar we toch super veel mee bezig zijn. En wat later ook wel weer leuk is om terug te zien. Dus ik moet even iets bedenken hoe we dat gaan noemen. We gaan bezig met het project. Het project. Het project. En ik bedoel dan deze man... en deze vrouw. Even kijken, we moeten over 900 meter naar rechts. Oh, dat is pas daar.
Maar goed, Amsterdam dus. En ja, dan vanavond weer naar de radio. We zijn weer thuis. De afspraak was geslaagd. We moeten morgen wel nog een keer terug. Dus morgen hetzelfde riedeltje. Gaan we weer naar Amsterdam. We kunnen weer niet zeggen waarvoor. Weer hetzelfde gezeur. Ik heb lunch gemaakt en dat ziet er verdomd lekker uit, al zeg ik het zelf. Dit is mijn favoriete broodje. Dat is brood met geitenkaas en geitenkaas en avocado. En dit is avocado en tomaat. En dit is mijn man met soep. Ei. En ei. Heet smakelijk. Skiddle it up. Wil je je schoen uit mijn beeld halen? Ik heb nieuwe schoenen, maar kijk. Hoe krijg je licht in die schoen? Als ik wegga misschien? Nee. Nee, jongen. Hij heeft de dikke voeten. Nou past hij ze niet. Ja, maar moet je voelen? Die kant is gewoon nog vet nat. Je schoen is wel heel warm. Ja, dus het is zo, als je er dan een natte krant in doet, dan zet hij blijkbaar uit. Maar ja, dan wordt hij serieus een stukje groter. Maar ik denk dat je hem gewoon nog even moet laten staan. Ja, hij moet ook. Hij moet 3 dagen erin blijven zitten totdat de krant droog is. En dat gaat dan uitzetten door de warmte, want warme lucht. Zet uit. Oké, en dan? En dan denk ik dat die schoen een stukje groter wordt. Tenminste, dat staat bij omaasweetjes.nl. Jij bent echt verslaafd aan omaasweetjes. Jij zoekt alles daarop. Google, je hoeft niet te studeren, jongens. Don't go to school, kid. Kijk Google. Oké. Voordat deze man nog meer rare berichten verspreidt. In de roomtour die online kwam, of nog moet komen, ik heb geen idee. Daarin laat ik een la zien, de kast waar jullie nu op staan. Die heeft een la en die staat vol met make-up die ik niet gebruik en heel vaak weggeef. En dat komt dus omdat ik dan dit soort pakketjes krijg. En dit is dan, dit is dus niet gesponsord, maar dit krijg je gewoon opgestuurd. Ik dacht dat is ook wel leuk. Om de behind the influencer te laten zien. En dat zit dan een mascara en een eyeliner in. Hé, Queenie. Je lul hangt uit je broek. Je bent in mijn eerste weekvlog. Hoi, weekvlog. Ik ben Quinn. Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben even aan het vertellen hoe het is als je dan spullen krijgt. Bijvoorbeeld krijg ik mascara en eyeliner. En eyeliner kan ik niet. Nee. Dus ja, daar heb ik dan de la voor. Oh ja, die la. Nou, die ken ik. Ja, jongens, het lijkt dus nu een beetje raar, want ik heb dus wel een shirt, maar geen broek. Wel een onderbroek. Ja, wel een onderbroek, maar dat lijkt dus van niet. Okay. Maar ik ga naar de sportschool. Oké. Okay. Met meisje, wil jij ook mee? Nee, niet meer. Nee. Fuck jullie. Waarom? Oh, ik wil wel mee, man. Heb je een nieuw horloge? Ja. Oh, nee. Jongens, ik heb een nieuw horloge. Ik probeer je een verhaal te vertellen. Ik pak Deler vriend af. Hé, hey, ik heb ook een nieuwe broek. Ja, dus soms krijg je dingen opgestuurd. En mascara kan ik altijd wel gebruiken, dus die gaan we testen. Ik vind het altijd zo'n taboe ophangt. Wat over dingen krijgen? Ja. Ja, dat vind ik dat jij dat doet, maar ik vind het zelf. Ja, maar meer van mensen haten daar heel erg op. Terwijl, als het gewoon iets is wat bij je past, dan ja. Het is wel een klein beetje water naar de zee dragen. Wat? Nou, als kijk, op het moment dat vaak zijn influencers en mensen op YouTube, dat vinden mensen vaak dat ze veel geld verdienen. En dan krijgen ze ook nog gratis spullen, maar dat is omdat zo merk het alleen maar beter voor. Ja, het is natuurlijk vet slim als je spullen opstuurt naar mensen die want die worden veel gezien hebben. En dan kan je mooi. Nou, dat was het influencer praatje. Nu gaan we wat doen. Wat nuttigs. Ja? Ja. Oké. Okay. Kan jij even komen helpen? Ja, je hebt een parkeerplaats. Ja, ik denk dat Ruben ook even moet komen helpen of iemand anders. Die moet ook helpen. Nee, waarschijnlijk allemaal tomatensoep en dingen in. Ja, ik kan niet allemaal pillen, anders moet ik lopen. Tot onderweg, tot onderweg. Dank je, tot zo. Ja, eigenlijk is de afspraak dus dat we iedere dag om zijn beurt voor het eten zorgen. Maar we hadden een kleine discussie, want Ruben die had geen inspiratie. En Tom wilde per se gezond, maar geen tijd, ik weet het allemaal niet. En toen had mama nog tomatensoep staan met hapjes en toen zei ik van nou jongens... Dan neem ik dat wel mee. Maar goed, hè, daar moeten ze natuurlijk wel wat voor doen. Dus ze komen nu even helpen tillen. Ik ben weer bij Slam. We gaan weer radio maken. Ik moest er eerder zijn, want ze wilden buiten foto's maken. En op het moment dat ik mijn auto hier op de parkeerplaats zet, begint het keihard te regenen. Dus ik ben heel benieuwd wat voor leuke foto's het worden. Allemaal voor zo'n kattenfoto's, denk ik. Hoi! Hey, lekker weer om foto's te maken buiten. Wat een kut weer, zeg. Ja. Wat een lelijke auto heb jij. Hou eens op, waarom zou je dat zeggen? Omdat het de Mini is. Maar waarom is dat nou weer lelijk? Nou kom schat, we gaan. Ik zit wel lekker droog. Oké, okay, kom al. Dag, nieuwe kansen. Ja.
van dat ding beter gemaakt. Jongens, ik heb samen met jullie, samen voor jullie met mama. Wacht, ik ga het even opnieuw doen, want dit klinkt natuurlijk nergens naar. Samen met de... Ik heb met mama samen voor jullie een borrelplankje gemaakt, een mini-versie. En dat en soep. Wil je even vertellen wat het allemaal is? Worst en kaas. En druiven. En druiven. En nootjes. We gaan eerst even een half uur erover doen om dit kopje vol te krijgen. Ja, we hebben geen soeplepels, dus we... Nou ja, eet smakelijk. Lekker. Heel nice. Doei. Wie weer zoveel gegeten? Dit is allemaal van mij. Maar jij gaat gewoon weer filmen zodat je weer niet hoeft af te ruimen. Jij bent echt erg. Je bent echt erg. De avond zit er weer op en ik ben weer lekker thuis. We hebben een leuke radioshow neergezet vandaag, dus... Ik kan met een tevreden gevoel naar bed. Ik ben moe. Dus ik zie jullie morgenochtend weer. Hallo, goedemorgen, middag. Het is al bijna avond. Ik heb vandaag niet zoveel gefilmd. Ik heb een super drukke dag gehad. We zijn weer... Applausje op de lens. We zijn weer naar Amsterdam geweest. En omdat ik daar toch niet zo heel veel over kan vertellen, dacht ik van ja, heeft het ook niet zoveel zin om die camera mee te nemen. Dus vanochtend... de hele ochtend in Amsterdam geweest. Thuisgekomen, omgekleed. Even bedden klaargelegd, want ik krijg vanavond logés. En we zijn hier onderweg naar Slam. Oftewel, we staan in de file naar Slam. Ik ga graag met je kinderen. Wat is dit nou voor ongein? Oh nee. Jullie zouden koken. Ja, dat is toch goed gegaan? Lekker blikje Unox met één nummers. Lekker stukje beton. Hier. Jij maakt geen vrienden. Nul, Tom, nul. Als ik kapot is, koop ik een nieuwe voor. Zeg maar sorry. Net als het truitje van gisteren waar ik ook tomatensoep in gooide. Ja, jij bent niet lekker bezig. Sorry. Even sorry zeggen. Sorry. Sorry wie? Sorry. Day. Allerliefste day van de hele wereld. Sorry day. En nou zitten. Foei. Eten. Zit. Ja, pap. 12 uur. Nee. Vroeg. Ik wil niet dat je vroeg. Ah. Oké, dit zijn mijn logés voor vanavond. Hey. Hey. Hallo. Wij gaan gezellig bier drinken. En aangezien iedereen in een andere uithoek van dit land woont, wordt er een... Ja, Tom is heel trots dat hij in Kampen woont. Wordt er een slaaffeestje aan verbonden. Dus we hebben lekker radio gemaakt en we gaan nu richting Zeist om verder te gaan met het feestje. Pyjama party. Pyjama party. Nee. Hebben jullie allemaal je pyjamaatjes mee? Ja. En de tandenborstel? Nee, ik ga lekker naakt. Oké. Voor de vlog. Nu film ik pas. Oh, vind je dat leuk voor de vlog? Ja, ga spelen. Filmen. Ga filmen. Oké. Ik haat Ruben. Hij maakt altijd zo'n stomme video. Het is niet te geloven. En het gaat alsmaar door. Oké, nu gaan we. Doei. Niet vanzelf. Hoi Markie. Hoi Deetje. Markie is terug. Markie is een van de beste vrienden van Lars. En we zijn lekker aan het frituren. Een van de beste frituurkoks. Van de wereld. Die er is. Wat doe je nou met dit dicht dan? We hebben thuis niet zo'n luxe. Ja, we zijn gezellig met z'n allen. Ja, je moet wel die. Kijk, dit. Ja, nu kan die om. We zijn gezellig met z'n allen biertjes aan het drinken en. Ik niet, ik zit met een spa. Spa rood. Hey jongens, dit zijn. Zit je nooit te lachen? Ja, weet je wat het kut is? Ik dacht, ik ga een kijkje geven in mijn leven. Maar als je net al bier hebt gedronken, moet je dat ook doen. Nee. En dan vind ik het toch een beetje awkward worden. Hey. Hallo, hey lieve mensen. Kijk eens wie daar is. Hey, ja. Dat is een... Goedenavond. Wat zijn we aan het doen? Nou, we hebben gezellig drankjes gedaan. Day ligt al anderhalf, twee uur op bed. Maar wij zijn hier nog steeds gezellig. Nee, dus het is hartstikke leuk. Doe ermee wat je wil. Ik kijk serieus nu terug naar de beelden van gisteren. Ik wil even kijken hoe laat ik die beelden had opgenomen. Zie ik ineens die gasten voorbij komen. Ruben had de camera weer gevonden. Maar goed, ik ging om 3:15 naar bed. Dus ik heb geen idee hoe laat die gasten het dan hebben gemaakt. Maar ik wist dat ik vandaag weer om 9:00 naast mijn bed moest staan. Dus heel lang heb ik niet geslapen. Ik was om 8:15 wakker. En de eerste afspraak staat alweer. En dat is het nadeel van gezellig biertjes drinken op woensdag. Donderdag is ook weer gewoon een dag.
Dus, maar ik ben niet zo heel gevoelig daarvoor. Ik ben niet zo katergevoelig. Alleen gevoelig voor te weinig slaap. Dus ik ga me nu aankleden en dan gaan we op pad. Eerst even kijken of deze man al wakker is. Ah, ga je nou onder de deken? Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Uh-huh. Ben je nog moe? Wil je nog doorslapen? Nee, hè? Moet aan het werk, hè? Uh-huh. Wakker worden. Wakker worden! Hey, ik zie een oogje open. Oké, we gaan wat doen. De eerste afspraak zit erop. En zo'n hele korte nacht haakt er toch wel een klein beetje in. Hé, er staat een hele leuke man naast mij. Hoi. Hoi. We zijn met twee auto's, want ik heb zo nog een afspraak in Zeist. Maar eerst heb ik nog een half uurtje over. En hier in de buurt woont mijn schoonzus. En die heeft een hele leuke baby. Dus we gaan nog even langs de baby. Even gezellig daar kijken. Kijk eens daar. Wie is die kleine mooie baby? Wie is die mooie baby? Hij wordt er helemaal verlegen van. Word je er een beetje verlegen van? We hebben ook een Surinaamse ei. Hey. Oh, dat is niet de bedoeling. Dus jij een broodje? Broodje? Ja, hè. Even lekker broodje eten. Even lekker broodje eten. Oh, je hebt nog een heel stuk, man. Hebberig. Niet zo hebberig. Lekker smikkelen, hè. Doet Lasje nou? Komt ie. Ja. Nou hebben we hem, hè? Oh, lekker. Lekker. Noah is een beetje ziek. Maar dit maakt hem wel weer vrolijk. Ja, hè? Ja! Ik ben zo verliefd op die baby. Dat is echt niet normaal. Zo'n leuk ventje. Maar goed, ik ga snel richting Zeist. Want ik heb een afspraak met mijn stagebegeleider van volgend jaar. Ik ga namelijk in september mijn studie afmaken. En dat betekent dat ik een jaar op stage moet. En die stage ga ik lopen op een heel leuk advocatenkantoor. Dus hup, piepende bandjes naar Zeist. Zo, goedemorgen jongens. Ik heb gisteravond volgens mij niet meer echt gefilmd. Wat best jammer is, want dat was mijn laatste uitzending bij Slam. In ieder geval voorlopig, want over 2 weken mag ik weer. Maar het was gezellig. Alleen iedereen, ja, we hadden natuurlijk de avond daarvoor met z'n allen gedronken. Dus iedereen was ook een beetje moe. Ik kan jullie even een leuk fragmentje laten zien uit de show. Ja, het is de laatste avond dat je erbij bent, hè? Als vervanger van Bram. In ieder geval voorlopig. Voorlopig, maar in april ben je er nog een keer. Dan gaat Bram op vakantie. Ja, precies. En om dat een beetje te vieren, hebben we dus vannacht bij jou een paar drankjes gedaan. Ja. En jij ging allemaal wel leuk naar bed rond een uur of hoe laat ging je? 4:15, wat op zich niet raar is. Nee, ja. Je hebt gelijk. Maar we bleven dus nog gewoon even gezellig zitten met je moeder. Ja, mijn moeder die vindt het altijd wel gewoon leuk om er gezellig bij te zitten. We hebben het echt tot 5 uur gemaakt of zo. En die kletst wel, hè? Ja. Ja, ik zal me niet vertellen hier op de radio wat ze allemaal over jou verteld heeft. Want dat lijkt me heel verstandig. Lust er de honden geen brood van. Nee, ontzettend gezellig. Je hebt echt een topmoeder. Nou, dat zal ze leuk vinden om echt te horen. Echt super lief. Mocht het ook ontbijtje en alles. Ja, ik had al heel vroeg een afspraak. Dus jullie moesten ook wel een klein beetje voor jezelf zorgen. Maar dat is dus niet gelukt. Dat heeft mijn moeder gedaan. Ik zal even een goede recensie op booking.com schrijven. Ik werd vanochtend pas om 10:30 wakker. Ik was echt zo moe van de afgelopen dagen. Omdat je toch dagen van 8 tot 12 s'avonds maakt. En dat is gewoon lang. Overdag ben je druk aan het werk. En om 4:00 ga je dan richting de studio. En ga je lekker nog even chillen met die gasten. Maar ja, het is niet dat je echt heel erg chillt. Want je moet ook gewoon de show voorbereiden. En dan om 12:00 weer een keertje richting huis. Dus dat hakte er een klein beetje in. Dus ik heb even lekker bijgeslapen. En vandaag is wel een leuke dag. Want Demi komt langs. Een vriendinnetje uit Kaapstad die ik heb leren kennen. Zij is fotograaf en zij maakt echt
prachtige foto's. En wij gaan even samen lekker bijkletsen en bezig met het project. Dus daar heb ik heel veel zin in. En vanavond heb ik een verjaardag van een vriend van mij die ik ook al heel lang niet heb gezien. Dus vandaag wordt een leuke dag. Jongens, ik wil jullie even voorstellen aan de leukste fotograaf van Nederland. Hi! We hebben elkaar dus in Kaapstad leren kennen, omdat iemand mij een bericht stuurde met Demi is in Kaapstad en die wil graag foto's maken. Heb je misschien zin om met haar te shooten? En dat had ik wel, dus toen hebben we hele leuke foto's gemaakt. D&D. Nou, D&D, een goede combinatie. Dus we hadden even lekker afgesproken, weer even lekker bijkletsen. Want jij bent ook echt pas nog geen week terug uit Kaapstad. Nee, geen eens. En dan kijk dan naar dit weer. Ja, dan wil je toch terug. Teleurstelling. Echt... dat je boeken samen. Ja, we komen nooit meer terug. Maar goed. Wij hebben dus even lekker samen weer foto's gemaakt. En het resultaat mag er wezen hoor. Nou. Dit is een foto voor een samenwerking. Is mooi. In bad. En ik hoop dat die goed is. Heerlijk. Thanks for the help. Graag gedaan. She hit the blow. Next thing you know, snug a low, 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 low. Wat gaan we doen jongens en meisjes? Shoppen. Lekker shoppen. Winkelings! Winkelings! Niet, we gaan winkelings! Never give up! Dit is toch niet lekker? Allemaal regen op de lens. Zo. Hij doet het weer. Ja, we gaan even lekker winkelen. Even lekker winkelen, ja. Dat is echt zo. Als je lang in het buitenland bent geweest, dan mis je echt van die winkels als de Action en de Xenos en zo. Oh, gewoon met die lekkere Hollandse meukwinkels. Echt gemist. Een, hoe heet dat? Tom. Ja, kan ik? Nee. Waar we voor gingen is gelukt. Ik moest nou een cadeautje hebben voor vanavond. Dat doen ik namens de hele groep. Dus het moest wat meer zijn dan normaal. En dat is gelukt. Ik ga zo meteen thuis even laten zien wat het is geworden. Dit wordt het cadeaupakket. We hebben een voetbalbroekje, voetbalsokken, een voetbalshirt. Echt een typisch mannenpakket. Hè? Een fles drank, aftershave, scheermesjes, een luchtje, gel en bierpom. Dus volgens mij is dit een prima cadeaupakket. Nou moeten we nog eventjes hier in de folie krijgen. Zo. Zo, cadeautje tussen de benen, anders dan valt hij om. En het voordeel is dat de verjaardag vanavond in de buurt is van de zus van Lars. Dus we gaan daar gezellig slapen. En dan zien we de baby weer. Yay! Doe jij rijden? Ja. Wil je dat? Ja hoor. Maar ik ook al, maakt mij niet uit. Ja, maar ik zit nu al, dus geef maar sleutel. Ik heb één ding geleerd, filmen op een feestje, dat is geen succes. Want als je de camera in de auto laat liggen, dan komt er niks van terecht. Dus dat is niet helemaal gelukt. Ik heb wel even een leuke Instagram die wel beschrijft hoe de avond eruit zag. We hebben voor de rest vandaag lekker rustig aangedaan. En we gaan nu naar de ouders van Lars om daar gezellig te eten. Want morgen vertrekken we naar het buitenland. Yay. Yeah buddy. En nou ja, dat zien jullie morgen allemaal wel weer, hè. Wat ben je nou aan het doen? Je kan helemaal niks doen. Je moet hem aanzetten. Dit is al de hele dag doen. Lekker was je, hè? We zitten lekker bij de schoonouders te eten. En ik heb een toetje, jongens. Dat is echt het perfecte toetje. Als je heel moe bent. Als je heel veel zin hebt in chocola. Tada! Lekker man. En alle props natuurlijk naar mijn schoonmoeder voor dit lekkere toetje. Goedemorgen jongens. Het is zondagochtend en het is 7:10. En wij zitten al in de auto. Gelukkig is het licht. Goedemorgen jongens, het is zondagochtend en het is 7:10 en wij zijn al onderweg naar Schiphol. Ik moet zeggen, zo vroeg opstaan op een zondag is niet helemaal mijn favoriete bezigheid, maar het is voor een goed doel, want we gaan voor het project naar het buitenland. We gaan namelijk naar Manchester, dus dat ligt in Engeland. En ja, verder kan ik er niet zoveel over zeggen.
We hebben de auto neergezet op een parkeerplaats ongeveer 10 minuten van Schiphol vandaan. En dan pak je een bus en dan ben je op Schiphol. En het scheelt zoveel gedoe met treinreizen, mensen charteren die je willen brengen en ophalen. En vooral, je bent niet zo afhankelijk. Het is altijd vervelend als je vertraging hebt en mensen komen je halen. En die staan dan te wachten en je snapt het wel. Alle Netflix-series zijn gedownload en we zijn ready to go. Dat is even leuk. Lachen. We zijn er! Op zo'n vlucht mag je altijd zo'n klein koffertje meenemen. Maar omdat het vliegtuig dan vol zit, moet je dat koffertje nog inleveren. Dus ja, dan denk je, ik heb geen bagage, ik kan snel doorlopen. Ik hoef niet op die band te wachten. Maar ja, sta je dus alsnog op die band te wachten. Beetje jammer. Nou ja, aan de andere kant wel gratis bagage meenemen. En je hoeft het niet te tillen. Jij reageert nooit als ik aan het filmen ben. Je doet het een beetje undercover. What the fuck, het sneeuwt gewoon. En we moeten hier doorheen. Holy, maar waar is het dan? Kijk even, moeten we naar links of rechts? Ja, ik heb opgezocht. Bah, het is echt van die hagel, sneeuw, natte meuk. Dat is altijd stom, als je met het vliegtuig gaat en je komt ergens waar het nog kouder en nog kutter is dan thuis. Terminal 3. Wat is dat? Daar, daar moet je staan. Oeh. Oh. Kijk, ik rook. Bah. We zijn er. We hebben even een Uber gepakt van het vliegveld naar het hotel. En nu zijn we... En nu zijn we in Manchester. Ja, dankjewel man. Have a nice day. Bye bye. Oké, maar we kunnen pas over een uur of vier het hotel in. Dus we moeten nog 4 uur overbruggen. Dus ik denk dat we nu even ergens een restaurantje zoeken. En daar maar een beetje gaan zitten werken. We kunnen ook proberen om koffie te drinken. Ja, dat kost ook geld. Dat ook. Zo heel hipster werken in zo'n cafeetje is natuurlijk wel leuk. Maar als je nog maar 13% batterij hebt en je bent vergeten om zo'n transform dingetje mee te nemen voor het stopcontact, dan heb je er niet zoveel aan. Het is weer typisch iets voor ons. We zaten ook in de auto en we waren echt op de helft naar Schiphol. En toen zei Lars van, hadden we niet zo'n stopcontact ding mee moeten nemen? Ja, dat hadden we moeten doen. Maar goed, er zit hier een paar minuten verder op een Primark. En volgens mij verkopen ze die dingen daarvoor best wel goedkoop. Dus we gaan zo even loeren of we daar een transformertje kunnen vinden. Want anders dan hebben we er niks aan. De man van de winkel zegt dat ze die dingen verkopen. En dan moeten ze ergens hier liggen. Ja. Dus, we hebben weer hoop dat we gewoon onze laptops kunnen opladen. De komende 3 dagen in ieder geval. Ja? Ja? Nice. Oh, wij hebben zelfs zo'n ding, hè? Van een MacBook zit al erbij. Stom, hè? Ja, hadden we echt mee moeten nemen. Maar ja. Dit is verkeerd. Niet de goede? Nee. Kijk. USB alleen. Oh ja, dan kun je wel je telefoon in opladen, maar niet... Oké, bij de Primark hadden ze dus alleen maar zo eentje waar je USB in kan stoppen. En daar kan je je laptop niet meer opladen. Dus we zijn naar de eerstvolgende winkel gegaan. En daar hangt er één en volgens mij zit de goeie. Ja, dat is goed. Dus EU Visitor Adapter. Ja, goeie. Oké, nice. Die willen we. En nog goedkoper ook dan die ander. We zijn even snel gestopt in de Aldi om even wat snacks te halen voor vanavond. Want we hebben dus een hotelkamer waar je echt niks hebt. In het hotel heb je ook niks. Dus we kunnen beter maar een beetje voorbereid zijn. En aangezien we toch nog, even kijken, hoe lang is het nog? 3 uur te overbruggen hebben voordat we de kamer in kunnen, moeten we iets. Dus dan maar lekkere dingen kopen. We zijn neergeploft in een Italiaans restaurant met stopcontact en met iets wat we kunnen opladen nu. En ik heb
deze pizza en die werd niet gesneden, maar ik kreeg wel de pizzaroller erbij. Ik vind dat zo irritant als je pizza gaat eten ergens en ze snijden je pizza niet en je loopt te hannissen met zo'n mes. Dus dit is een goede oplossing. Wat zeg je nou? Ik hoef niet. Nee, we gingen dit delen. Ik krijg wel echt niet helemaal op. Ik hoef niet. Dat kan je echt niet maken. Maar ik wist dat je alles niet zou nemen. Dus. Lars. We made it. We hebben de 3 uur overleefd. Of 4 uur. 5 uur. In ieder geval lang. We kunnen eigenlijk naar de kamer en ik moet plassen. Niet normaal. First floor. Alles kost geld. Alles kost geld. Wifi kost geld. Nog meer wifi kost geld. Ja, dit is echt... Oh, hi. Dit is echt zo'n typisch hotel waar je gewoon voor iedere service die ze maar enigszins kunnen bedenken... weer gewoon een tientje extra kwijt bent. Dus het hotel is goedkoop, maar alles wat je erbij wil moet je gewoon ter plekke nog regelen. Wat op zich niet erg is, we hebben niet zoveel nodig. Maar het is wel grappig. Nou, gaan we eens even kijken hoe onze kamer eruit ziet. Ja, zeer nederig zal het zijn. Hier. Dit is een soort studentenkamer, denk ik. Oh, je moet even de kaart erin, dan kun je het licht aan doen. Dit is een eenpersoonsbed, hè? Jeetje, dat is echt een heel krap bed. Het is niet eens een 1,40. Oké, nou ja, en hier dan de badkamer. Zonder wel breder. En ja, dit is het. Nee, eigenlijk niet eens plek voor je koffers. Ah ja, prima. Maar goed, we zijn hier maar 3 dagjes. Dat houden we wel vol. Ik vind het helemaal mooi. Helemaal mooi. We kwamen aan op de hotelkamer. Ik ben echt in een coma beland. Ik ben op bed gaan liggen. En hoe lang heb ik geslapen? Best wel lang. 2-3 uur. 2-3 uur. Ja, echt lang. En toen werd ik wakker en toen had ik honger. Natuurlijk. Dus Lars heeft lekker eten gehaald. We hebben wok. Iets met wok. Wat heb jij? Sweet chili? Ja. En ik heb... Hoe heet je dat? Dat staat op het doosje. Oh. En ik had volgens mij iets met... Thai green curry of zo. Nou, eet smakelijk. Ik wou zeggen, we hebben lekker gedoucht en duiken nu ons bed in. Maar we liggen natuurlijk de hele tijd al op bed. We hebben niet heel veel keus. Het is zondagavond en dat betekent dat ik de weekvlog ga afsluiten. Het avontuur Manchester is natuurlijk nog niet voorbij, dus dat zie je in de volgende weekvlog. Maar ik ben echt super benieuwd wat jullie van mijn eerste weekvlog vonden. Hebben jullie nog tips? Zijn er nog dingen die jullie liever zien dan wat ik nu heb laten zien? Het was natuurlijk wel een beetje een gekke week, omdat ik radio maakte bij Slam en dan lijken de dagen allemaal best op elkaar. Anyways, mocht je iets te binnen schieten, dan laat het vooral even weten in de reacties. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Doei!